Welkom bij het interview over moderne fotografie met niemand minder dan Peter Nakaerts en Michel Engelen. Dag Peter, dag Michel. Hi. Dobla. Bedankt om langs te komen voor dit interview over de moderne fotografie. Graag gedaan. Jullie zijn beide bekend als freelance mode- en reclamefotografen. Ja, dat klopt. Ik heb ooit een foto gemaakt dat de mensen mooi vonden. En dan heb ik ineens beslist van, ja, ik word professioneel. Ja, op de P stand. Maar jullie zijn toch bekend als grote fotografen? Ja, een 1,86 meter. En ik ben 1,79 meter. Ja, ik ben al een jaartje ouder, dus ik ben ondertussen 1 centimeter gekrompen. En jullie werken met professioneel materiaal hiervoor? Ja, absoluut, absoluut. Een grote body en een grote lens, heel belangrijk, heel belangrijk. Ik werk persoonlijk op dit moment met een Nikon 800D Mark III. Ja, ik heb nu de vierde Mark gekocht. Die is eigenlijk nog wat groter en nog wat professioneler. En ja, daarmee maakt uiteraard nog betere foto's. Ja, dat is het verschil tussen een professioneel en een amateur die kiekjes maakt natuurlijk, de grootte van de body en de lens. Hè. En hoe gaan jullie te werk om tot een foto te komen? Ja, maar ik weet het ook vroeger toen dat op een afstand werkte. Amai, de A van amateur. Ja, gelukkig ondertussen op de P-stand. Staat voor professioneel trouwens. Professioneel. Maar werken de meeste andere fotografen niet op de M-stand? De M-stand? Ik heb dat nog nooit geprobeerd. Ga maar. M-stand? Ik zal dan een keer een boekje moeten opzoeken misschien. Ja, maar ja. Die boekjes, dat staat vol met onzin. Ja, maar ja, dat is ook niet geschreven door mensen die aan fotografie doen op een professionele manier zoals wij. M-stand, M-stand. Moron. Ooit overwogen om met een Canon te werken? Geen commentaar. Volgende vraag. Oeps. Wat vinden jullie belangrijk aan een foto? Ja, in de eerste plaats dat hem rechthoekig is natuurlijk. Ja, of vierkant kan ook, maar liefst niet te scheef. Ja, hier. En uw scheve periode dan? Daar wil ik het nu niet over hebben, of ik begin over uw ronde periode. Sst, het is goed, hè. En qua objectieven. Ik zie dat jullie een mooi objectief hebben gekozen. Een 85mm 1.4. Ja, een object 1.1. Nou, het is een objectief, gewoon het dikste dat er was en met een grote zonnekap. En, ja, en heel duur, hè, niet te vergeten. Vooral duur. Ja, duur. Duur. Ja, ja, duur. Die lens is zeer befaamd voor haar bokeh. Bokeh. Ah, bokes. Bokes. Ja. En wat steekt er tussen? Zal een keer kijken. Ja. Polaroidjes. Polaroidjes, lekker. Met boter. Bij mij zit er een kaas tussen. Met dan nog een. Hebben jullie destijds nog analoog gewerkt? Ja, we hebben nog in de donkere kamer gewerkt, maar ja, ik liet wel altijd het licht branden, want ja, zo in het donker. Dat is, ja. Je hebt nog altijd schrik in de donker. Maar ik kan ook nog geen low-key-opname maken. Dat zijn voor mij echt een probleem met dat zwart en die schaduwen. En, ja. Maar donker, hè? En dan die producten ook, hè? Ah, producten. Vertel eens wat meer over de producten die jullie gebruiken. Ja, producten... Ja, nee, ja, alleen... Ja. Eigenlijk wel beter. Ja,
ja. Ja. Producten om onze foto's beter te maken, hè. Dus eigenlijk fotoverbeterende middelen. Tja. Ja. Apo, UV-code, VR. Geheugenkaartransfusies. Ja. Waren jullie je daarvan bewust op dat moment? Nee, eigenlijk niet. Het leek de normaalste zaak. Iedereen deed het ook op die moment dus. Ja, het is erg eigenlijk. Heel erg. Ja. Het is heel erg. En dan, ja, zeker. Ja. Die moment of die momenten dat je dat tegen je kinderen moet gaan vertellen van, ja, hoe dat echt zit. Want ja, mijn kinderen die verdedigden de papa altijd op school met te zeggen van nee, onze papa, ja, sorry zeg maar, onze papa die doet daar niet aan mee, maar ja, dan moet je tegen je kinderen zeggen van stop met de papa te verdedigen, want ja, onze papa die doet dat dus wel, hè. Ja, en ik heb het ook aan onze kleine Basiel moeten vertellen en dat zijn momenten, hè. Ik denk dat we misschien best even kunnen poseren. Maar nu zijn jullie dus zuiver in jullie werk. Ja, nu met de digitale fotografie natuurlijk. Ja, en Photoshop. Dus veel properder, hè? Veel properder. Ja. En nu met die filters en zo is het toch veel veiliger dan vroeger. Hè? Dus jullie gebruiken filters voor het bewerken? Ja, uiteraard. Elke profotograaf gebruikt filters. Wij zitten soms één week te sleutelen aan één foto. Ja, soms al een paar uur nodig om in één foto de belichting al bij te trekken en recht te trekken. Dus ja. Ja, het is een mondenstiel, hè. Tegen wie zeg je het? En hoe staan jullie tegenover de moderne compositie, zoals het afwijken van de tweederde regel? Ja, sorry, maar van muziek en noten en maten, daar ken ik niet veel van. Nee, wij zijn fotografen, geen muzikanten, hè. Hoewel, maak ik die foto met die do-do, si-si-si. Och ja, do-do, si-si. Nee. Nee, ik bedoel eigenlijk de derde regel. Oh. Ja, dat is iets anders. De derde regel. Ja, dat hebben we wel eens uitgeprobeerd. Maar, weet je nog, die mama, die was er eigenlijk niet echt tevreden. Nee, met dat kindje dat hij dan voor... Perfect, dat kind stond er exact voor 1/3 op, hè. Ja. Maar die mama vond dat niet goed. Vond dat precies niks. Maar ja, je moet commercieel denken, hè. Het is moderne fotografie. En weet je nog, met dat modemerk toen, met dat kleedje, dat stond er dan voor 1/2, 1/3 op. Perfect, de derde regel. Maar ja, dat modemerk vond dat precies niks. Die vonden dat niks. Nee. Dus ja, daar zijn we van afgestapt. Nee. En de diagonale regel? Oh ja, bangelijk. Ja, goed scheef gaan, maar daar wil ik het eigenlijk nu niet over hebben. Ja, maar u scheef... En jullie werken veel met de professionele lichtopstellingen? Ja, uiteraard. Ja, ik heb 16 koppen van 4800 seconden. Goed poeier! Vroeger werd er al eens met een lichtmeter gewerkt. Hoe is jullie standpunt daarover? Ja, standpunt, dat vinden wij toch wel heel belangrijk. Ja, niet te hoog, niet te laag. Perfect standpunt opzoeken. Nee, ik bedoel eigenlijk jullie mening over de lichtmeter. En wat voor meter zeg je juist? Ik denk een lichtmeter. Nee. Een lichtmeter. Ah ja, die meter, ja. Zeg, over wat heeft die het, In die Amerikaanse films zie je dat soms een liegmeter voor te zien dat de mensen niet liegen, die spionnen en zo. Wat heeft dat nu met fotografie te maken? Oh my god. Hoe schatten jullie het gekozen licht in voor een foto? Ja, heel eenvoudig. Met een witte handdoek natuurlijk. Ja, een witte handdoek en dan de camera erop richten. En dan, meestal wat eruit komt, is redelijk bruikbaar. En
het is niet altijd, maar ja, je kunt ook niet altijd uw dag hebben natuurlijk. Hè. Nee, maar als het echt te scheef is en we kunnen het niet meer rechtvervullen met filters of met belichtingscompensaties, ja, dan wordt het eigenlijk kunst en dan sluiten we het via het kunstcircuit, dan is het niet meer commercieel bruikbaar.